mijn favoriete series, boeken. Het eerste deel van The Throne of Glass van Sarah J. Maas. Ik vind het gewoon echt geweldig. En het gaat over een huurmoordenaar, Selena Sardathian. Zij is echt de beste huurmoordenaar van het hele land. Alleen ze heeft een fout gemaakt en daardoor is ze gepakt. Om haar vrij terug te krijgen moet ze meedoen in een soort van toernooi met allerlei andere huurmoordenaars. Dieven, noem het maar op. Tijdens dat toernooi gebeuren er allerlei dingen. En er worden ook verschillende deelnemers worden ook vermoord. En Selena wil erachter komen wie dat doet, zodat ze zelf niet wordt vermoord. Dit is een fantasy-serie. En ik ben een groot fan van fantasy en ook van Sarah J. Maas. Het is mijn favoriete schrijfster echt all time. En dat komt eigenlijk gewoon door haar schrijfstijl. Het is heel erg duidelijk, heel erg leuk. En heel erg makkelijk te volgen. En de karakters, de personages zijn echt geweldig. Je wil gewoon bij ze zijn, gewoon dingen met ze meemaken. En de relaties tussen de personages is echt fantastisch. Echt heel erg mooi opgebouwd. En het verhaal is gewoon heel erg episch. Draken, magie, noem maar op. Dus als je dat leuk vindt, zou ik het zeker lezen.